Dat klinkt goed. Dat is knoerhard. Het touw, hè? Ja, ik kom jou redden, Twan. Geen probleem. Ik weet nog niet hoe, maar... Vergeet corona en vergeet alle andere dagelijkse beslommeringen. Wanneer kunnen we schaatsen? Dat is wat de mensen bezighoudt deze week. Ook bij IJsclub Tialf in Schijndel zijn ze hard aan het werk om een ijsbaan in gereedheid te brengen. Maar of het gaat lukken? Het vriest hard genoeg. Maar de dikke laag sneeuw is op de Leemputbaan de grote spelbreker. We gaan proberen om de sneeuw van het ijsdek af te krijgen. En we zijn er nog niet helemaal uit hoe we dat aan gaan pakken. Omdat het ijs is nog te dun om er overheen te lopen. En dat beperkt ons in onze mogelijkheden om het te gaan bevloeien of te gaan schuiven. Het lijkt goed te gaan, maar even verderop is het ijs toch behoorlijk slecht. Ik was absoluut niet blij. Ik stond ervan te kijken hoe slecht hier, zeker aan de kant, de draagkracht van het ijslaag hier was. Want dat is gewoon minimaal. Dat komt door de isolerende werking van die sneeuwrand die hier ligt. Onder die sneeuw, daar zit geen ijs. Daar zit wat wij noemen slushpuppy of nog mooier fondant ijs. De sneeuw isoleert het dun laagje ijs wat eronder ligt. En daar voorkomt eigenlijk, of voorkomt dat de ijsdikte toeneemt. Als er geen sneeuw had gelegen, hadden we nu denk ik 6 centimeter ijs gehad. Als we voor publiek moeten openen, willen we altijd graag 8 centimeter ijs hebben, minimaal. En als er een weekend aankomt, dan zouden we het op zaterdag graag 10 centimeter hebben. Normaal gesproken worden water uit de putten gepompt. Maar daar kunnen de mannen van de ijsclub nu niet bij, omdat het ijs zo slecht is. We kunnen niet bij de put komen en ik heb het net even geprobeerd hier. Dan zak je er aan de zijkant gelijk door. Daarom moeten ze nu andere maatregelen nemen. Met de inzet van gehuurde pompen proberen ze de baan sneeuwvrij te krijgen en een nieuwe laag water op te laten vriezen. We hebben nog 2 à 3 nachten te gaan. Misschien dat we nog iets goeds kunnen doen. Hopelijk lukt het op die manier om voor het weekend een nieuwe ijsbaan klaar te hebben.